bijzonder hartelijk welkom bij ons programma De Artiesteningang. Zoals u weet volgen wij een dag uit het leven van een bekende of minder bekende artiest. Vandaag zijn we op pad met een levende legende uit België, Wil Tura. En in 1962 had hij zijn eerste grote succes in Nederland met het liedje Ik ben zo eenzaam zonder jou. Helaas, beelden zijn verloren gegaan, maar we hebben nog hele mooie foto's. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten? En ben je mij nog altijd trouw? Ik kan niet verder zonder jou. Mijn leven zou ik voor jou geven. In al mijn brieven staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Dat was een hele mooie tijd. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Nou, jammer genoeg hadden we niet de echte beelden. Maar natuurlijk onthouden we u geen andere mooie beelden. Want die hebben we wel. En daar gaan we nu naar kijken. Van Creta naar op zoek naar het meisje van mijn leven. De zeewind zong langs de kusten. Ga weg van hier, laat het verleden rusten. La melodia, una canzone so per te. La melodia en al de mensen zongen mee. In alle straten, op alle pleinen, op elk terrasje, in elk café. La melodia, una canzone solo per te. Voor mij ben jij nog steeds de mooiste. De zaal. De jungle beeft als een vulkaan. Een vulkaan. Ella, Ella Afrika.
zonen en vaders lachen naar haar. Zo gaat het altijd. Meneer die moet even kijken en mevrouw die heeft geen bezwaar. Maria verandert nog geen Bahia. Maria, de heren slapen op het strand. Zit jij, je bent te lang. De noorderwind waait gierend om me heen. De noorderwind snijdt me door merg en been. En ik weet niet eens precies waarom, maar ik wou dat ik eens goed uit huil kan. Ik ben meer dan een uur te laat, daar sta ik dan, midden in Brussel. Maar ik ben wel op zoek naar een levende legende. Hij was reeds eerder in ons programma Brabant en andere zaken. Ik ga de hele dag op pad met hem. Ik moet nog even zoeken, maar ik ben op zoek naar Wil Tura. Zo, voilà. Wel, ik ga ervoor. Ja. Dit is de laatste. Succes. Oké, okay, thanks. Heb je alles mee? Ja, ik heb alles mee. De rest stikt al in de wagen. De kledij en zo, alles stikt in de wagen. Is goed, tot vannacht. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Bye. Hè. Zo. Sorry Wil, ik ben te laat, maar eindelijk gevonden. Geen probleem. Eindelijk gevonden. Eindelijk gevonden, het was zoeken. Welkom in Brussel. Dankjewel. Bij ons, hartelijk welkom. Heel graag. Met Cor. Ik ga met je mee. Ga je mee? Ga zitten. We gaan naar Eindhoven, hè? Ja, natuurlijk. Okay. We gaan muziek maken. Ik kom naast je. Ja, oké, okay, fijn. Op te denken. Ja. Oh, bye. Kijk. Zo, prima. We mogen alles van hem weten behalve zijn pincode. Oh. Ja. Het is een nieuw systeem nu. Met een kaart. Terugnemen. Nummer 5. Is gelukt. Zo is dat, Wil. Hij wil toch even onder het tanken, even terug naar hoe is het allemaal begonnen met Wil Tura? Heel lang geleden al natuurlijk. Ik was 18 jaar toen ik mijn eerste optreden deed. En ik was 22 toen ik mijn eerste hit had, dus in Vlaanderen. En welke was dat? Eenzaam zonder jou. Ik was al 5 jaar bezig met opnames en nooit de echte hitscore, dat zat er niet in.
En na 5 jaar, van 57 tot 62, had ik ineens Eenzaam Zonder Jou. Toen was het bingo natuurlijk. Geweldig nummer, hè? Ja, het is gebleven. Het is een nummer dat... er is ooit een enquête geweest. Het is het meest gekende Vlaams lied bij ons in België. Hoe is nou al die concerten in Nederland? Hoe zijn die nou bevallen? Fantastisch. Ja? Ja, echt waar. Voor mij een geweldige ervaring. Op zichzelf was het niet zo makkelijk om die gedachte te hebben dat het echt zou lukken. Ja. Weet je? Want ik stelde me toch de vraag, de mensen kennen me wel een beetje, maar in hoeverre kan het? En het loopt geweldig. Dus heb je dat zelf niet een klein beetje onderschat? Mensen kennen mij een klein beetje. Ik denk dat je veel bekender was dan dat je zelf dacht. Als ik dat mag zeggen, ja, dat is waar. Ik heb dat een beetje onderschat, want ik ben heel vaak verrast geweest nu die aantal keren dat ik daar kwam. En enthousiasme als ik op het podium verscheen, mensen enthousiast. En vooral naar het einde toe, rechtstaande ovaties enzovoort. Ja, geweldig, hè? Dus dat is echt geweldig. Dus... Maar wat me wel opviel met het bezoekje wat we bij jou thuis mochten brengen. Ja. Achter het succes van Wiltura. Ja. Daar zit een hele sterke familie, hè? Ja, 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 mijn vrouw en, is fantastisch, Jenny. En mijn kinderen ook. Dus we zijn een heel close familie, echt waar. Dus, ja. Ja, Wil, en dan heb je echt je eigen composities, hè? Want Eenzaam Zonder Jou is een liedje van jezelf. Ja, ik heb de muziek geschreven. Ja. Want de tekst werd geschreven door Keringa. Maar dat heeft me toen echt het gevoel gegeven dat ik moest blijven schrijven. Ja. En dat is mijn geluk geweest, want ik had er vertrouwen in. Het was een enorme succes. En toen ben ik blijven liedjes schrijven, de muziek. En vandaag kan ik zeggen dat ik 80% van alles wat ik zing, we hebben meer dan 500 opgenomen liedjes, dus muziek heb geschreven. Want het liedje Hopeloos heb je voor je vader geschreven, hè? Ja, ja, dat klopt. Wel, het is zeker niet echt voor mijn vader. Mijn vader is in die periode gestorven. Ja. Het toeval wilde... En dat gaf je de inspiratie? Ja, nee, niet echt. Ik bedoel, ik had het voordien geschreven. En in de periode dat ik hopeloos een succes werd, had mijn vader ineens een hart toestand dat heel slecht was. En op 14 dagen tijd was hij gestorven. Waar haal jij die ambitie en de creativiteit altijd opnieuw vandaan? En vooral ook die inspiratie, want het is voor jou iedere keer een examen om naar zo'n optreden te gaan, hè? Ja, maar ik doe het zo graag. Als ik een avond moet optreden, 's morgens al, wanneer ik wakker word, denk ik, vanavond zie ik de jongens, de muzikanten, we gaan weer invliegen. En dat is heel boeiend, ja. Ik hou ervan. Het is voor jou niet, ik ga even optreden en weer vlug naar huis, hè? Nee, ik leef erin. Het is jouw leven? Ja, ja, podium is een deel van mijn leven, een groot deel. Maar we hebben wel iets afgesproken. Je zou ook een beetje meer rekening gaan houden met je vrouw, hè? Ja, maar heb ik ook afgesproken, Jenny. Want dit jaar is het ontzettend druk. En volgend jaar ga ik een klein beetje afbouwen. De goede manier heel klein beetje zingen. Maar, hè? Heel klein beetje afbouwen. Klein beetje, ja. Maar ik blijf zingen, dus, en dat zeg ik ook aan de fans. Ja. De fans zeggen, ja, Wil, je gaat afbouwen. Je vertelt het soms in je artikels of zo. Ik zeg, ja, maar het is niet stoppen met zingen. Ik ga door en dan zijn ze blij. Ja, oké, het feit dat je niet gaat stoppen, is prima voor ons. Want nu is het te gek eigenlijk. Ja, nu is het echt too much. Oké. Okay. We gaan... richting Eindhoven. Soundchecken. Oké. Okay. Vier plaatsen. Vier plaatsen. Dat is mooi. Dat is heel mooi draaien. Oh, alles goed, jongens. Prima. Het is speciaal, hè, hier. Van fijn, hoor. Las Vegas. Ik heb het eindelijk
richting daarboven. Hey, ja, ze. Ja, ah, hey, ha, 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 hey. Zal aan. Test 1, 2. De straat was ooit een steeg, er staat geen huis meer leeg. De buurt is nu een wijk, wat vliegt de tijd? De speeltijd is voorbij, je vrienden ben je kwijt. Je hebt geen dag meer vrij, wat vliegt de tijd? Er is zoveel dat je hoort nog te doen. Maar voor je het weet, komt er nog een seizoen. Regen en zon, veel illusies en spijt. Want je begrijpt, wat vliegt de tijd. Ja, denk ik wel. Misschien meteen eens meedoen. Ja, ja, ja. Ja, ja, zal ik. Er is zoveel dat je hoopt nog te doen. Maar voor je het weet, komt een ander seizoen. Regen en zon, veel illusies en spijt. Want je begrijpt, wat vliegt. Tijd. Ja, nee, we gaan direct door. Aan de ingang. Leuk. Zo. Ja, wel. Ik check dat voor u na, ja. Oké? Okay? En ik kom. Is niet moeilijk. Ik had vorige week alles van buiten gespeeld en daarmee. Nee, zal laten. Dus we gaan door. Nee, we hebben nog 30 minuten. 30 minuten van afgelopen. Nee, eventjes voor mij. De grote man achter Wiltura. Ongelooflijk, want wat doe je allemaal op zo'n dag? Je loopt met te rennen, te bellen en te doen. Vertel ja, me eens. Ja, kijk, er is één figuur, dus één man, die bij de ganse equipe de zaak een beetje coördineert. Laat ons zeggen dat dat in grote lijnen mijn taak is. Dat wil zeggen, ik kom 's middags aan, ik neem contact met de organisatie, met onze techniekers. En als alles dan zo goed opgebouwd is en dan komt Will en dan de soundcheck, ik volg dat op, dat iedereen op tijd op die stage is. En dan zorg ik voor Will dat hij zich klaar kan maken voor het optreden. Daartussenin komen al die telefoons, zoals u net zei. Ja. Men vraagt van alles aan mij. Dat kan zijn voor een locatie nog, of dat er nog iemand in de zaal kan, of iemand die wil ontmoeten. Ja. Dus ja, dat is een waslijst. Nou, jij hebt nog heel even voor dat het begint, dus ik hou jou niet langer op. Fantastisch. Succes. Hey, tot volgende week. Vanavond. Ja, hey. Ja, jullie ook, hè. Doei. Zijn de muzikanten. Nog een keer de keuze. Kijk, de muzikanten komen aan. Dankjewel. Wij omhelzen elkaar. Wij zien elkaar zo graag. Het zijn twee muzikanten van Will. Dat is de saxofonist en de gitarist. Hallo. Zij zijn eigenlijk de twee die al het langste in onze equipe zitten. Zij zitten al jaren voor mij bij Will. Maar ik ben de laatste 12 jaar een collega van hun. En zijn schatten. En ze zijn heel goed als muzikant. Hij is aanvaard, hè? Voilà. Okay, dank u, chef. Zo, chef. Voilà. Zo, daar gaan we. Goedenavond, dames en heren. Binnen enkele minuten brengen wij voor u Tura in concert. Wij wensen u een gezellige avond met Wiltura. Dames en heren, vergeet u na het concert uw gsm niet terug aan te zetten, alsjeblieft. Nog steeds nerveus voor zo'n concert? Een beetje spanning, die heb ik nodig om het ook zo goed mogelijk te doen. En hier zit het goed, dus ik heb vertrouwen erin. Ja, ik ga ervoor. Mag ik jou heel veel succes wensen? Ja, nou, dank je wel. Goed, hè. Dank je. We gaan met je in. Volg mij. We gaan het door. Laat ons zeggen, zal ik binnen 15 seconden, alstublieft. 15 seconden, zal ik. Dank u. 15 seconden, zal ik.
sta je dan? Met je handen in je haren. God, daar sta je dan. Waarom ging je dan? Liet mij alleen. Ik snap niet hoe dat kan. Is koud en kil. Hoe lang kunnen nachten duren? Het is zo leeg en stil. Langzaam kruipen alle uren die ik met je deel. Ik hou je vast totdat de morgen komt. Ik droom je terug bij mij, terug in mijn leven, heel dicht bij mij. Mag dat nog even alsof het lijkt dat jij nog altijd bij me bent. Alles wat ik had, heb ik gegeven. Al wat er was, is nu verleden. Ben te verliezen, maar ik zal het dragen als een vent. Daar sta je dan, geen antwoord, alleen vragen. Ja, daar sta je dan. Hoe kom ik ooit door al die dagen? Waarom ging je dan niet mij alleen? Ik snap niet hoe dat kan. Ik droom je terug bij mij. Dat jij nog altijd bij me bent. Alles wat ik had, heb ik gegeven. Al wat er was, is nu verleden. Ben te verliezen, maar ik zal het dragen als een vent. Ben te verliezen, maar ik zal het dragen als een vent. Daar sta je dan, God, daar sta je dan. Geweldig, Wil. Dank je. Het publiek heeft genoten, maar wat mij opvalt, jij geniet de hele avond zelf ook geweldig. Ja, ik vertelde je, in mijn muziek blijf ik genieten. Ja. Dus mijn muziek houdt mij, eigenlijk, ja. Jong. Jong en in vorm, ja. Absoluut. Dit was voorlopig je laatste concert in Nederland, ja. Van deze tour. Van deze tour. Maar ik neem aan dat je terugkomt. Ja, ik zou graag terugkomen. Heel graag. Dat beloof je ons? Ja, prima. Zonder aarzelen, zonder de minste aarzelen. En bedankt voor je gastvrijheid. Dank je. Oké. Ga lekker niet van je rust aan. See you. Bye.